De huidige brandstof. Wat heeft het voor invloed op je motorblok? Bij Fast & Furious hebben we het uitgetest en dat gaan we jullie laten zien. De nieuwe samenstellingen van de brandstoffen geven veel problemen in de bromfietswereld. Er komen veel scooters terug met problemen die ontstaan in de cilinderkop en de cilinderkamer. Dit gaan we uitgebreid testen om te kijken wat er nou gebeurt met de brandstof, de cilinder en de cilinderkop. En we gaan wat middelen toevoegen bij het brandstofsysteem om te kijken of dit wel of niet helpt bij het verbranden van de E10 brandstof. En in de hoop natuurlijk dat de scootertje dadelijk wel goed blijft rijden. Want ja, als je scooter hier kapot gaat, ja, dan moet je die keer lopen. En als je moet lopen, dan moet je mij bellen. Dus ja, dat willen we allemaal niet. Lekker rijden! We gaan toevoegingen gebruiken die de brandstof in je tank verandert naar bijvoorbeeld een hoger octaangehalte. En sommigen zeggen dat ze de E10 bijvoorbeeld schoonmaken. Wat ze precies doen, ja, dat weet niemand natuurlijk. Maar dat gaan we hier testen. Want dit is een E10 clean-up. Dan hebben we een klepreiniger. En we hebben hier een brandstofstabiliseermiddel. Dit is een van de testscooters die we hebben. Rocky gaat die zelf op rijden, zegt hij. Hij zegt, zijn scooter gaat het winnen. Dat is correct en tevens juist. Ja, waarom gaat hij van jou winnen, Rocky? Omdat hij rood is. Omdat hij rood is. Nou, de rode scooter doet sowieso mee. Die gaat mee met de testmodus. En dan hebben we nog 3 andere scootertjes die meegaan. We pakken expres 4 Chinese scooters. Omdat de Chinese scooters natuurlijk als de slechtere modellen bekend staan. En wij gaan dus even kijken in hoeverre dit effect heeft op een Chinese scooter. En nou, daar komen we snel achter. Dat is helemaal waar. Dames en heren, ik ga met de Jax Fuel Killer rijden. We gaan deze test uitvoeren met 4 verschillende scooters. Waaronder de Iva Lux. Nog een Chineesje en nog een Chinees en nog een Chinees. Dit is er 1, dit is de 2e. Even voor het idee, jongens. Dus we gaan een paar Chinese scootertjes gaan pakken. En die gaan we gewoon maken. Testen. Met zulke cilinderkopjes. Testing powers. Before, jongens, before. Before. We gaan ongeveer 500 kilometer gaan we rijden. Behalve de brandstoffen die verschillend zijn, hebben we natuurlijk ook verschillende olie. We hebben hier 2 flesjes olie. De ene is een 10W40 en de andere is een 5W40. Het verschil zit hem in de dikte van de olie zelf. Een 10W40 en een 5W40 verschilt in dikte. De 10W40 is wat dikker dan de 5W40 en dat heeft vooral te maken met de koude start. Dus met een 5W40 smeert hij met een koude start wat beter, omdat hij dan al wat dunner is van zichzelf en nog niet helemaal hoeft uit te vloeien door de warmte. En met een 10W40 heb je daar wat meer last van, zeker in de winter, voordat de olie wat dunner is als dat je mee opstart. De testen die wij uit hebben gevoerd zijn allemaal met 5W40 olie in alle scooters die wij hebben getest. Gaan kijken hoe dat gaat reageren op het motortje en op de zuiger en wat we later terug gaan zien als we hem weer gaan demonteren na de test. Rocky, wat heb je in je hand? Wat ik in mijn hand heb, dat is een 50cc Euro 4 cilinderkop. Een cilinderkopje, en die gaan we op deze scooter monteren? Die gaan we op de Iva Lux monteren. En dat is de Iva Lux waar jij op gaat rijden, toch? En dit is de Iva Lux. Ja, heel mooi modelletje, knalrood. Komt u even mee. Oké, okay, u gaat het meemaken. We hebben de sponsoren, Yasuni, Polini. Oh, die hebben we voorop zitten? Ja. Dus dit ding gaat als een kanon, maar eigenlijk is het maar 50cc. Ja, speciale racevonkjes. Speciale racevonkjes. Nou, ik heb hier een nieuwe cilinderkop. Ik zie het inderdaad. En die gaan we op jouw scooter monteren. Die gaan we op deze scooter monteren. Als we hier even kijken, kijk jongens, daar komt die, de cilinderkop. Die mist hem nou inderdaad, dus hij zal niet zo heel veel meer doen. Dus dan moeten we inderdaad de cilinderkop gaan monteren. Daar gaan wij de test mee uitvoeren met de fuel performance van Jack. We hebben nog een andere fuel killer staan. En we hebben een, ja, nog een apparaatje. De valve cleaner. Rocky zit hier mensen op te lichten, jongens. Ja, kijk hier met deze fuel killer van fuel killer. De firma Jax Performance. Ja, natuurlijk. Special tuning. Ja, weet je wat ik dacht op een gegeven moment? Ik denk, ja, de ene is een klepreiniger, de andere is een brandstofreiniger. Nou, ik denk, ik ga gewoon voor 2 combinaties ga ik 1 maken, toch?
En het werkt perfect. Ja, want als dat, ja, wat moet ik dan? Nou, ik ga toch niet twee flesjes kopen als ik nou gewoon eentje heb waar beide in zit? Ja, dames en heren, dan zal ik u wel vertellen het resultaat van dit product. Die hebben we liggen. Dum. We gaan kijken, we gaan kijken wat het resultaat is. Komt u kijken, dames en heren. We hebben hier een cilindertje en een zuigertje. Dat ziet er niet zo lekker uit, maat. Het ziet er niet zo lekker uit, nee. Dat is verkrachting door de overheid. Dus dat is wat E10 met je cilindertje doet? Correct. Nou, daar word je niet vrolijk van. Dit is E10. Gaan we door. We gaan naar de volgende. E5. Ah. Met het cilinderkopje. Hij ziet er wel iets beter uit, moet ik zeggen, maar... Nou, dat is toch prachtig voor de normen en waarden? Ja. Oké, nu gaan we naar de performance van Jax. Dames en heren, bereid u voor, schrik niet. Dit is het zuigertje. Na de afstand van 500 kilometer. De cilinderkop. In zo'n staat ziet u weinig. Zeer weinig. En toch merk ik toch wel dat die E10 wel problemen geeft, maar dat het Jax-middeltje wel redelijk schoon blijft. Ter vergelijking. Dames en heren, let goed op. Zie je de verschillen? Nou, dat is wel een duidelijk verhaal, hè, Rocky? Dit is E10. Zonder bestrijdingsmiddelen. Dit is E5 met de performance, de fuel killer van Jax. Sommige brandstofmotoren die waren zo slecht aan toe dat het hele zuigertje gewoon helemaal zwart was, helemaal geoxideerd en moeilijk starten, weinig compressie. En we zien dat we met de toevoegingen die er zijn, zoals een E10 burner en een octaanverhoger, een klepreiniger, dat we daarmee wel veel betere resultaten hebben op de cilindertjes en op de zuigertjes. In combinatie met de E10 natuurlijk. Oké, guys. Wat hebben we nou geleerd? De E5 en de E10. Het verschil. E5 betekent 5% ethanol. E10 betekent 10% ethanol. Nou heb je dus euro 95 E5, maar er is ook euro 95 E10. Let dus op welke je hebt. De meeste pompen hebben sowieso E10. E5 valt bij sommige pompen weg. Waarom? Geen idee. Maar ik weet wel dat er pompen zijn die ook gewoon E5 aanbieden. En E5 is over het algemeen euro 98 E5. Maar er zijn ook benzinepompen die euro 95 E5 hebben. In dat geval maakt het niet uit welke van de twee je neemt. Aangezien het ethanolpercentage gelijk is. Ik zou zelf voor de euro 98 gaan in verband met de hogere octaangehalte die de brandstof zelf al heeft. En daardoor verbrandt sowieso de brandstof beter en dan nog met een toevoegingje eventueel, zoals een klepreiniger of een Jax fuel killer of weet ik veel wat, dan krijg je een betere verbranding en dan weet je in ieder geval zeker dat het motortje redelijk schoon blijft, ondanks dat je toch nog een bioethanol toegevoegd hebt in je brandstof waar we de overheid voor mogen bedanken, want ja, die vonden het nodig voor de CO2 uitstotingen. Maar ja, nu we dat hebben, gaan al onze brandstofmotoren, die gaan helemaal naar de getver. Of het nou een auto is, of een scooter, of een grasmaaier. Het maakt niet uit. Bioethanol is gewoon niet gemaakt voor de brandstofmotoren. En dat hebben wij vandaag teruggezien in het filmpje.